stel er wel prijs op als mijn gezicht onherkenbaar wordt gemaakt voor de uitzending. Dat is ook bij eerdere opnames gebeurd. Oké, meneer Brouwer, is dat mogelijk? Oh, alles is mogelijk. En ik schik mij naar de opdracht van de rechtbank. Nou, bij deze. Als we het toch hebben over feiten van algemene bekendheid, dan hebben we de afgelopen jaren heel goed kunnen zien dat elk digitaal bestand zeer kwetsbaar is voor menselijke fouten, voor IT-fouten, voor function creep, waarbij autoriteiten hun voetgeven op het ruimer opvatten. Dus als het om gaat om feiten van algemene bekendheid, dan is het hoog tijd dat de Raad van State, de hoge rechter, ook constateert dat dat een feit van algemene bekendheid is. Zonder onderzoek ging de afdeling bestuursrechtspraak er toch vanuit dat dat dan een rechtvaardige reden vormt om de betaling te weigeren in een of andere vorm. Ja, dan zie je dus hier wat er met onze rechtspraak aan de hand is. Zonder onderzoek gaat dan de rechter ervan uit dat dat zo is. En ik begrijp dat dat een hogere rechter is en dat u daar heel goed naar kijkt wat een hogere rechter zegt. Maar daar komt dus mijn wantrouwen uit voort, dat zelfs op het hoogste rechterlijke niveau in Nederland rechters zonder onderzoek ergens vanuit gaan. En dat dan kennelijk zien als dat er voldaan is aan de eis van de AVG dat er een aantoonbare noodzaak is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ja, dan verliest die wet zijn betekenis. U bent meneer Jonker? Ja, dat klopt. Ja. En meneer Van Steenbergen en meneer Spruit zijn gemachtigde namens de autoriteit persoonsgegevens. Dat klopt ook? Ja, Van Steenbergen. Van Steenbergen, ja, goed. Naast mij zit collega Van Hoof, rechts van mij. Links van mij zit collega Igoch en daarnaast zit de griffier mevrouw Berends. Mijn naam is Bot. Ik zal de zaak voorzitten, maar mijn collega's zullen ook vast tussendoor een keer een vraag stellen. Heel even in het kort, waar gaat de zaak over? Het betreft een verzoek om handhaving dat meneer Jonker bij de autoriteit persoonsgegevens, de AP ook wel afgekort genoemd, ten aanzien van Focus Filmtheater en Focus Horeca heeft ingediend. Omdat Focus geen contante betalingen meer accepteert bij de kassa en in de horecagelegenheid. Door deze keuze kunnen consumpties niet meer contant worden betaald, niet meer met contant geld worden betaald en is de aanschaf van een bioscoopkaartje alleen nog mogelijk door middel van pinbetaling aan de kassa dan wel via de website. En bij deze betalingen worden persoonsgegevens verwerkt. En ook bij het bezoeken van de website van Focus worden persoonsgegevens verwerkt. En daarvoor bestaat volgens meneer Jonker geen noodzaak en dat levert wat meneer Jonker betreft strijd op met de algemene verordening gegevensbescherming, ook wel de AVG afgekort genoemd. Nou, de AP, de autoriteit persoonsgegevens, stelt zich kort samengevat op het standpunt dat er geen sprake is van een overtreding van de AVG. De verwerking van persoonsgegevens bij de aanschaf van een bioscoopkaartje via de kassa dan wel de website is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. En voor de verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van de website bestaan volgens de AP gerechtvaardigde belangen het verzorgen en verbeteren van de website. Dat in het kort waar de zaak over gaat. Ik heb al een aantal elementen genoemd waar we het zo direct wat meer uitgebreid over gaan hebben. De overeenkomst, het doel. En ik wil om te beginnen meneer Jonker vragen of dat hij, nadat hij de pleitnota heeft ingediend, heeft u iets dat u nog in aanvulling op de pleitnota naar voren kan brengen, meneer Jonker? Ja. Ik zal de inleiding overslaan, want die heb u al gegeven. Ik zal ook het stuk overslaan over waarom ik op dit moment geen vertrouwen heb in de rechtspraak. Ik wil er alleen bij vermelden dat op dit moment is er een petitie gaande waarin mensen ook protesteren tegen rechteloosheid. Dat gaat over de coronatoegangsbewijzen. En ik ben heel blij dat er meer mensen zijn die opkomen voor een herstel van de rechtsstaat in materiële zin. Dan ga ik over naar de inhoud van mijn aanvullingen. In mijn beroepsschrift heb ik onderbouwd waarom een noodzaak voor de verwerking van persoonsgegevens bij de aanschaf van een bioscoopkaartje niet is aangetoond. En waarom ook een eenzijdig opgelegd zogenaamd contract een dergelijke noodzaak niet kan creëren. De AP heeft daartegen ingebracht dat er geen wettelijke acceptatieplicht is voor contant geld.
In reactie daarop heb ik verwezen naar het boek Juridische aspecten van contant geld, waaruit blijkt dat er in het geval van toonbankbetalingen juist wel sprake is van een acceptatieplicht. Europese rechters moeten zich daar nog over uitspreken. Maar de Europese Centrale Bank geeft dan wel een richtlijn, die als volgt is samengevat op de site van de bank. Ik citeer. Een label of affiche waarop staat dat de winkelier contante betaling op bepaalde coupures niet accepteert, is niet voldoende. De winkelier moet een geldige reden aanvoeren, bijvoorbeeld dat hij onvoldoende kasgeld kan aanhouden om te wisselen, of dat de aanwezigheid van een grote hoeveelheid contant geld een concreet fysiek beveiligingsrisico vormt. Op de website van de Buscoop wordt alleen gesproken over een algemeen bekend feit dat contant geld risico's oplevert. Op die manier toont de bioscoop geen concreet fysiek beveiligingsrisico aan. De wet die de AB zelf zou moeten handhaven, namelijk de AVG, vereist eveneens een aantoonbare noodzaak als er sprake is van onvrijwillige beperking van persoonsgegevens. Die is er niet in het geval van een weigering van contant geld. Dit leidt in combinatie met de in de AVG opgenomen principes van dataminimalisatie, zo min mogelijk data verzamelen, en subsidiariteit, als betaling van een bioscoopkaartje ook met minder gegevens verwerken kan, dan moet het op die manier tot een plicht voor de AP om de AVG te gaan handhaven. Die handhavingsplicht is dus niet afhankelijk van de vraag of er ook separaat van de AVG een acceptatieplicht voor contant geld bestaat. Volgende item, de principes van de AVG moeten technologie-neutraal worden toegepast. Wat ik de AP in diverse privacyprocedures heb zien doen, is dat de AP in enige vorm het idee naar voren brengt dat de regels van de AVG niet hoeven te worden nageleefd voor zover het niet om digitale technologie gaat. De AP is van mening dat digitalisering een gegeven is en dat niet digitale privacyvriendelijke alternatieven daarom niet te hoeven worden gezocht of toegepast. Dat is onjuist. Uit overweging nummer 15 van de AVG valt af te leiden dat men privacybescherming niet afhankelijk mag maken van een keuze voor digitale technologie. Dit wordt als volgt geformuleerd. Om te voorkomen, ik citeer, om te voorkomen dat een ernstig risico op omzeiling zou ontstaan, dient de bescherming van natuurlijke personen technologie neutraal te zijn en mag zij niet afhankelijk zijn van de gebruikte technologie. De rest van het citaat sla ik even over, maar die vult dat nog aan. Dan mijn laatste item. De doelen van de gegevensverwerking voldoen niet aan de criteria in de AVG. In de AVG, artikel 5, lid 1 onder B, wordt voorgeschreven dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De AP lijkt de opvatting te huldigen dat willekeurig welk doel een organisatie zichzelf stelt, dit per definitie voldoet aan deze in de AVG genoemde criteria. In het geval van deze bioscoop gaat de AP bijvoorbeeld klakkeloos uit ervan dat door middel van het plakken van de algemene niet nader omschreven etiketjes veiligheid en vrijwilligers aangetoond zou zijn dat de doelen zouden voldoen aan de bovengenoemde criteria. Dat is onjuist. Voor de veiligheid van de bioscoop is het niet nodig om contant geld te weigeren bij de aanschaf van bioscoopkaartjes. In een splinternieuw gebouw kan veilige contante betaling prima gewaarborgd worden, net zoals die veiligheid ook gewaarborgd wordt in duizenden winkels. Het feit dat er vrijwilligers werken is ook geen enkel beletsel voor contante betaling. Deze vrijwilligers hebben in de vorige vestiging van de bioscoop ook met contant geld gewerkt. Het zijn volwassen en betrouwbare mensen. Of wil de AP of de bioscoopdirectie het tegendeel beweren? Ik dank voor de aandacht. Dank meneer Jonker. Dan, wie van de AP mag ik het woord geven om te reageren? Dank u wel. Ik zal in eerste instantie het woord voeren. Alleen op dit moment heeft de AP hier eigenlijk geen reactie op een vastgelegde vraag. Oké, goed, dat kan. Meneer Dassen, wilt u op dit moment reageren of zegt u van begint u maar met... Ja, dan begin ik met de vragen die ik heb. En dat is de eerste vraag aan de AP. Sinds het verweer dat u in 2020 heeft ingediend, is er wel het een en ander aan uitspraken gedaan. Onder andere de uitspraken in november vorig jaar van de afdelingen, de connection-uitspraak.
En als ik dan naar dat toetsingskader van de afdeling kijk, dan zegt de afdeling: de verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn als die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan verder, hè, waaraan moet worden voldaan. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, moet wel bepaald en uitdrukkelijk zijn omschreven. Kunt u dan op dat onderdeel een reactie geven? Daar is natuurlijk bij Focus Filmtheater nagevraagd wat het doel is van de gegevensverwerking. En Focus Filmtheater heeft in reactie daarop aangegeven dat het gaat om de veiligheid van medewerkers. En de algehele veiligheid in het pand. En dat is een wel bepaald en gerechtvaardigd doel. Dus daarmee heeft de AP geconcludeerd dat aan die vereiste is voldaan. Ja, en de afdeling zegt het moet wel bepaald en uitdrukkelijk zijn omschreven. Kunt u toelichten op welke manier daar dan aan is voldaan? Focus Filmtheater uitdrukkelijk aan de AP omschreven in reactie op de vragen. En dat staat ook kenbaar gemaakt in de vestiging van Focus Filmtheater zelf. Maar daar kan Focus Filmtheater zelf waarschijnlijk het beste over uitweiden. Ik blijf nog heel even bij u, dan zal ik u direct de vraag ook aan u stellen, meneer Dotsen. En u heeft vast die connection uitspraak goed gezien. Dan zie je in die uitspraak, in die overweging van de afdeling, dat er wordt verwezen naar de rapportages en het onderzoek dat er landelijk is gedaan over de veiligheid in de bus, hè, voor de buschauffeurs en de reizigers. Ja. Dat is de toelichting die daar wordt gegeven voor dat wel bepaald en uitdrukkelijk omschreven. Hoe ziet u dat in deze casus? Nou, op 10 november heeft de afdeling bestuursrechtspraak natuurlijk diverse uitspraken gedaan in zaken van de heer Jonker. Die andere zaken gaan onder meer over de NS. En dan wil ik graag even de uitspraak aanhalen die eindigt op EC-nummer 2021.2514. Mm-hmm. Overweging 6.5, daar is beschreven dat eigenlijk als feit van algemene bekendheid kan worden aangenomen dat meer contant geld, en dat gaat in dat geval om de situatie op de stations, leidt tot een hoger risico op beroving. Dus eigenlijk gaat de afdeling, kijk, in die zaak van Connection lag al dat onderzoek er. In de zaak van NS was dat niet zo, maar ook daar ging de afdeling bestuursrechtspraak ervan uit dat veiligheid een gerechtvaardig doel is en dat het weren van contant geld bijdraagt aan die veiligheid. En in dat kader kan ik ook nog wijzen op het arrest van het Hof van Justitie van 11 december 2019, zaak nummer C708/18. Dat was een zaak die ging over cameratoezicht. Kunt u nog een keer herhalen? Ik weet niet of de griffier van heeft. Ja. 11 december 2019, zaak nummer C708/18. Ja. En in die zaak heeft het Hof van Justitie overwogen dat voor cameratoezicht niet was vereist dat de veiligheid van de goederen en personen reeds in het verleden is aangetast. Dat is natuurlijk ook een punt dat de heer Jonker in zijn beroepschrift naar voren heeft gebracht. Dat het niet is gebleken dat de eerder al berovingen hebben plaatsgevonden, maar het weren van contant geld mag dus ook als preventieve maatregel worden ingevoerd. Goed, dank voor deze toelichting op dat onderdeel. Meneer Dassen, over de veiligheid bij Focus. Meneer Van Steenbergen zegt zojuist, ja, daar is in Focus ook, wordt daar ook aandacht aangegeven in het gebouw zelf? Kunt u dat toelichten? Nou, dat we alleen contant, geen contant geld accepteren. En dat staat ook op de website. Daar hangt niet een groot plakkaat bij de deur vanwege dit of dit of dit. Accepteren wij alleen PIN. Dus denk ik wel goed om
als ik mag reageren op meneer Jonker, wij vertrouwen onze vrijwilligers zeer. We hebben in het oude pand 2 keer een nare ervaring gehad dat er echt geld bij een vrijwilliger uit de kassa is gestolen. In het nieuwe pand hebben we wel besloten om het dus puur uit veiligheidsoverweging niet te doen. En het zijn volwassen mensen, maar ze werken ook vrijwillig bij ons. En dat drijft onze organisatie op. Goed, dank. Ik kon het niet precies verstaan. Wel ongeveer, maar niet precies. Wat heeft u niet verstaan? Ik hoorde iets van, er is 2 keer uit de kas gestolen in het vorige gebouw, jaren geleden. Ja. Dus in aansluiting op uw verhaal vertrouwen wij onze vrijwilligers zeer. Het zijn volwassen mensen, maar het zijn ook vrijwilligers. En wij vinden het belangrijk om hun niet aan dit risico bloot te stellen. Mag ik een reactie geven van de rechter? Sorry. Ja, even wachten nog. Mag ik zo direct reageren? Dan kijk ik even naar mijn collega's of wij over de veiligheid nog vragen hebben. Korte vraag, speelt de veiligheid van het publiek ook een rol in uw afweging? Zeker. Op welke manier? Nou, kijk, zodra je met contant geld hebt te maken, is er gewoon altijd een risico. En ik denk dat we aan de andere kant ook gewoon zorgen dat we op heel veel manieren toch mensen kunnen bedienen. En het is misschien ook wel goed om daarop toe te voegen dat 95% al online onze kaart koopt, tickets, en eigenlijk nog maar een heel klein aantal mensen aan de kassa. En dat gaat inderdaad via de PIN. Maar contant geld, ja, waar ik gewerkt heb, er zijn nog 1000 winkels die het wel accepteren, maar winkels waar ik gewerkt heb, waar ik mee te maken heb, zie ik het eigenlijk gewoon op steeds meer puur uit de veiligheid dat er gewoon geen contant geld meer is. Het is niet een antwoord op uw vraag, want het is niet dat ons publiek, zit ik te denken, daar door extra gevaar gaat lopen, maar voor de vrijwilligers die achter de kassen zitten, wel. Ja, de strekking van mijn vraag is, vreest u dan voor de veiligheid van het publiek, kunt u daarvoor niet instaan als contante betalingen worden toegestaan? Nou, voor het publiek niet, maar wel voor degene die achter de kassa zit. Daar zit het? Ja, zeker. Ja. Heeft zich een veiligheidsincident voorgedaan in de afgelopen 5 jaar of 10 jaar? Dus ik weet hoe lang. Zeker in het oude pand wel. Ik werk zelfs pas sinds 2020 bij Focus. Dus ik ben eigenlijk in het nieuwe pand begonnen waar we dit dus al deden. In het oude pand is dat wel 1 keer gebeurd, 2 keer gebeurd. Maar in dit nieuwe pand nog niet. Maar als ik kijk naar de afgelopen 5 jaar, hoe vaak heeft zich een veiligheidsincident voorgedaan? Ik weet niet of dat de afgelopen 5 jaar 2 keer is geweest, maar in ieder geval 2 keer in het oude pand op de Korenmarkt. En dat was dat een vrijwilliger geld had ontrokken uit de... Nee, niet een vrijwilliger, een bezoeker. Oh, een bezoeker? Ja. Dan was dat een gewapend overval, hoe moet je dat duiden? Daar is toen geld voor een vrijwilliger uit de kassen weggehaald en iemand is toen snel weggelopen. Oké. Ja. Dat heeft zich 2 keer voorgedaan? Ja. Maar in het nieuwe pand dus niet. En het nieuwe pand heeft sinds wanneer ook alweer? Sinds juni 2018 zitten we in het nieuwe pand. Dat is alweer bijna 4 jaar. Ja. Dank u wel. Meneer Jonker, u wilt daarop reageren? Ja, dank u. Ten eerste over de jurisprudentie die de autoriteit persoonsgegevens net aanhaalde, waarin bijvoorbeeld de EKI die eindigt op 2514 over NS, overweging 6.5, daar ging het over het feit van algemene bekendheid, dat er een hoog risico van beroving op stations zou ontstaan als er contant betaling op reserve zou worden geaccepteerd. En daar zegt de AP eigenlijk dat zonder onderzoek ging de afdeling bestuursrechtspraak er toch vanuit dat dat dan een rechtvaardige reden vormt om contant betaling te weigeren in een of andere vorm. Ja, dan zie je dus hier wat er met onze rechtspraak aan de hand is. Zonder onderzoek gaat dan
rechter ervan uit dat dat zo is. En ik begrijp dat dat een hogere rechter is. En dat u daar heel goed naar kijkt, wat een hogere rechter zegt. Maar daar komt dus mijn wantrouwen uit voort. Dat zelfs op het hoogste rechterlijke niveau in Nederland rechters zonder onderzoek ergens van uitgaan. En dat dan kennelijk zien als dat er voldaan is aan de eis van de AVG dat er een aantoonbare noodzaak is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ja, dan verliest die wet zijn betekenis. Mijn volgende punt, het gaat dan over andere jurisprudentie van het Hof van Justitie, Kelvisinder 2019, over cameratoezicht. Daar betoogt de AP dat die uitspraak blijkt dat het niet vereist is dat de veiligheid van goederen al eerder is aangetast en dat het weren van contant geld als preventieve maatregel mag worden ingevoerd. Ik wil erop wijzen dat cameratoezicht een heel ander verhaal is dan de weigering van contant geld. Alleen al omdat die camerabeelden, daar staat een tijd voor dat die mogen bewaard worden en die is veel korter dan de vastlegging van gegevens van financiële transacties. En ook de situatie waarin het cameratoezicht plaatsvindt is een heel andere. Daar heb je het waarschijnlijk over publieke ruimtes, of eigenlijk semi-publieke ruimtes, waar een heel andere situatie kan zijn, veel minder gecontroleerd dan in het gebouw van een bioscoop. En ook veel grootschaliger is het daar in die gebouw. Dus ik vind dat geen goede vergelijking. Daar kan je niet uit afleiden dat plotseling een bioscoop het nodig zou hebben om contante betaling te weigeren. Dan over meneer Dassen. Die zei van dat er eerder twee keer diefstal uit de kast of van geld althans is geweest van de toonbank in het oude gebouw. Daar kon hij niet meer alles over vertellen, maar hij vulde heel behulpzaam aan dat in de huidige situatie 90% van de mensen al online een kaartje koopt en dan nog het grootste deel van de rest pin aan de balie. Dus dat contant geld maar een heel klein percentage is van de mensen die dat nog willen gebruiken. Nou, dat betekent dus ook dat het risico enorm klein is dat er dan iets gebeurt. Dus ik begrijp helemaal niet, als er van zo'n minieme geldstroom sprake is, waarom er dan een substantieel risico zou bestaan. Dat is zeker niet aangetoond op deze wijze. Dit waren mijn punten. Oké, dankjewel. Meneer Van Steenbergen, wilt u daarop reageren? Misschien alleen even de opmerking dat in het nieuwe gebouw natuurlijk contant geld niet meer wordt geaccepteerd. Dus dat verklaart dat daar ook weinig contant geld omgaat en dat er weinig incidenten plaatsvinden. Ja, hoe moet ik dat begrijpen? Nou, hoe moet ik dat begrijpen, meneer Van Steenbergen? Want is dat een reactie op de opmerking van meneer Jonker dat er een minimale geldstroom nu is? Ja, precies. Dus dat de risico's minimaal zijn en en ook op de vraag hoeveel incidenten er in de afgelopen 5 jaar zijn geweest. Het nieuwe pand is al bijna 4 jaar open. Mag ik daarop reageren? Nou, heel kort dan. Ja, u legt bewijs als eigenlijk dat er geen gevaar is nu bij mij, in plaats van dat u constateert wat u zou moeten doen, zeker als toezichthouder, dat er geen bewijs is dat er wel een serieus risico bestaat. Dus ik begrijp niet waarom u deze positie inneemt. En ik meen ook dat de heer Dassen het zo formuleerde dat er weinig mensen meer zijn die behoefte hebben om contant te betalen. En dat is natuurlijk iets anders dan dat ze het wel willen en niet kunnen. Dus er is niet aangetoond dat er een enorme mensenmassa contant zou willen gaan betalen als dat zou worden toegestaan. De mensen die een privacy willen behouden zouden daar wel van aan hebben. Op dat punt dan nog graag een laatste reactie, meneer Van Steenbergen. Dus op dat wat meneer Dassen heeft naar voren gebracht, dat er is gebleken dat 90% via de website een kaartje koopt en dat slechts 10% bij de kassa nog via een pinbetaling een kaartje koopt. En is er dan nog een risico? Daar komt uw vraag van meneer Jonker toch op neer, hè? Ongeveer. Ja. Geen risico. Ja, dan wijs ik toch weer op die uitspraak van de afdeling waarin staat dat de aanwezigheid van contanten een hoger risico op veiligheidsincidenten met zich brengt en dat dus een feit van algemene bekendheid.
En ja, hoeveel geld er in de kas zit, dat weet iemand natuurlijk niet van tevoren. Maar dat betekent niet dat er geen risico zou zijn. Oké, dank. Hebben wij het dan voldoende over veiligheid gehad? Ja, misschien dat laatste punt, meneer Jonker, nog even uw reactie. Het antwoord van meneer Van Steenbergen is op eerste gezicht logisch. Het gaat er niet om of er heel veel geld is of veel geld of geld. Iemand van buitenaf weet dat niet en ziet het als een potentieel doelwit. Weet in de wetenschap dat er cashgeld aanwezig is. Dus of nou 9% online besteld en 10% eventueel cash af inbetalen. Is dat dan zo relevant? Het gaat om de vraag, er is wat te halen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is inderdaad relevant, omdat je kan overal risico's zien. Als ik een rechtszaal binnenkom, kan ik struikelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom geen rechtszaal meer binnen ga, of dat ik dan kan eisen dat de rechtszaal naar mij toe komt. Het moet wel reëel blijven. Het risico moet aangetoond worden als je een substantieel risico moet aangetoond worden als je op grond daarvan grondrechten wil aantasten. Wat dus eigenlijk gebeurt doordat ik nu verplicht word om persoonsgegevens te laten verwerken als ik een simpel bioscoopkaartje koop. En met dit soort redeneringen waarin de bewijslast eigenlijk omgekeerd wordt, dat er moet aangetoond worden dat er geen risico is, dat valt in duizenden situaties in het leven niet aan te tonen dat er geen risico is. Er is altijd een beetje risico. Maar als je zo gaat leven, ja dan moeten we ons allemaal opsluiten in bunkers en geen enkel risico meer nemen. Daarentegen het risico wat gepaard gaat met het verstrekken van persoonsgegevens, grootschalig, dat zit erin dat die gegevens bewaard kunnen worden en dat je geen zicht meer hebt op wat daarmee gebeurt. Maar ik neem aan dat dat het tweede deel is van uw vraag die u gaat stellen. Meneer Jonker, kan het doel, hè, de veiligheid van de medewerkers bij Focus, zou dat wat u betreft ook op een andere manier, die minder nadelig is voor u, hè, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zou dat ook op een andere manier kunnen worden bereikt? Ja, en ik denk dat die manieren heel gangbaar zijn. Allerlei winkels hebben bijvoorbeeld automaten waarin bankbiljetten meteen worden weggestopt, ook supermarkten. Als ze worden overhandigd. Je zou kunnen overwegen, als je dan echt zo bang bent, wat kennelijk het geval is om op elkaar te rekenen, dan zou je kunnen overwegen om er weer een loket van te maken in plaats van een balie. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. In de vorige vestiging was op een gegeven moment ook een loket. Dus dat kan. En het is een stikspunt in nieuw gebouw. Dus ja, als je bang bent, dan kun je die veiligheidsmaatregelen gewoon treffen. En gezien hoeveel geld er in het gebouw zijn gestoken, zou het ook slechts een kleine kostenpost zijn geweest, relatief. Meneer Dassen, wilt u daarop reageren? Nogmaals, het is het beperken van risico. En daarom is dit toen ingezet. Meneer Jonker, volgens mij is dit alles besproken. Kan een bioscoop omhalen bij de supermarkt om de hoek tegen contant geld. En kan die bij ons inleveren. Dus hij hoeft zijn gegevens niet achter te laten bij Focus. En ik begrijp uit uw reactie dat u ervoor heeft gekozen, Focus heeft ervoor gekozen voor het minste risico met de maatregel geen contante betaling. Ja. Goed. Mijn collega heeft nog een vraag. Aan de AP. In uw geweerschrift, pagina 4, lamp nummer 14, stelt u dat u het aannemelijk acht dat de kans op veiligheidsincidenten toeneemt als medewerkers hun contant geld. Is dat een aanname of heeft u dat onderzocht? Dat kan dus eigenlijk als feit van algemene bekendheid worden aangenomen. Dat de aanwezigheid van contant geld het risico op veiligheidsincidenten vergroot. Zoals ook de afdeling bestuursrechtspraak heeft bevestigd. En wat vindt u dat er in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG staat dat de verwerking noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van de overeenkomst? Betekent dat dan volgens u dat zodra sprake is van contant geld, even los van de vraag of er daadwerkelijk veiligheidsincident is of risico, dat er dan altijd daaraan voldaan is?
Nou, het moet natuurlijk wel proportioneel zijn. Aan dat vereiste moet wel zijn voldaan. En wanneer is daarvan sprake, volgens u? Nou, in dit geval is in ieder geval geen sprake van een disproportionele inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de heer Jonker. Onder meer vanwege alle waarborgen waarmee de pinbetalingen en de gegevensverwerking die in dat kader plaatsvinden zijn omgeven. Zoals ook meneer Dassen net al opmerkte, meneer Jonker heeft natuurlijk alternatieven, waardoor hij zelfs in het geheel geen gegevens zou hoeven laten verwerken en toch naar de bioscoop zou kunnen om een film te bezoeken door gebruik te maken van de bioscoopbon en de filmladder die bij Focus Film Theater aanwezig is. Maar toch even een kort verdiepingsslag, want het uitgangspunt lijkt te zijn, de verwerking moet noodzakelijk zijn. Dat is het uitgangspunt, zo staat dat in de AVG. En het standpunt van de heer Jonker is, het is niet noodzakelijk, want als ik contant betaal, dan hoeft er helemaal niets aan gegevens te worden verwerkt. Dat is, nou, het is wel noodzakelijk, want dat kan een mogelijk veiligheidsaspect. En dan is het, dat is een feit van algemene bekendheid. En dan is de vraag, betekent dat dan dat zodra er sprake is van het niet meer toelaten van contant geld, dat daarmee per definitie wordt voldaan aan de noodzakelijkheidsvereisten? Moeten we dat zo begrijpen? Zoals ik net toelichtte, moet natuurlijk aan de proportionaliteitseisen worden voldaan en is daar ook in dit geval aan voldaan. Ik denk dat in dit verband ook relevant is dat de verwerkingsverantwoordelijke bij toepassing van de AVG dus wel een bepaalde ruimte toekomt om zijn eigen doelen na te streven en zelf zijn bedrijfsvoering in te richten. En dat hebben we ook gezien in de eerdere zaken van meneer Jonker over Connection, maar ook over de afvalpas bijvoorbeeld. En over chipkaart. In al die zaken heeft meneer Jonker aangevoerd van er is geen noodzaak in het geval van de over chipkaart, omdat er in het verleden met een papieren treinkaartje werd gewerkt. In het geval van de afvalpas, omdat er ook in het verleden zonder afvalpas vuilnis werd opgehaald. In het geval van Connection, omdat er in het verleden met contant geld in de bus kon worden betaald. Maar al die voorbeelden hebben niet betekend dat de verwerkingen die nadien plaatsvonden niet noodzakelijk konden worden geacht. Dus dat geeft aan dat de verwerkingsverantwoordelijke over een bepaalde ruimte beschikt om zelf vast te stellen hoe zijn bedrijfsvoering eruit moet zien. Meneer Jonker, u hoort de AP aan Focus zeggen, er is een alternatief. U kunt gewoon om de hoek een bon kopen, contant betalen. Waarom is dat voor u onvoldoende? Ja, dat heb ik in mijn beroepschrift en ook in mijn bezwaarschrift al uitgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het feit dat niet duidelijk is wat openingstijden van, was dan bijvoorbeeld een sigarenwinkel of supermarkt zijn, hoe dichtbij die is. En het is ook een principiële kwestie. Want als die andere winkels dus besluiten, wij gaan ook geen contant geld meer accepteren, bijvoorbeeld. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid voor het feit dat dan opeens mijn persoonsgegevens wel verwerkt moet worden? Dus ik denk dat iemand die een dienst levert, die heeft dezelfde verantwoordelijkheid om dat op een privacy-vriendelijke manier te doen. En die kan dat niet afschuiven op een sigarenhandel enkele straten verderop. Waarbij dan ook nog gezegd moet worden dat het onredelijk bezwarend is dat als je in gezelschap naar de bioscoop wilt en je denkt, kom, laten we dat doen, we hebben nu lekker gegeten, we gaan naar de bioscoop, zoals het leven, tot en met 2019, dat dan opeens een van die mensen moet zeggen, ik moet nog even een paar straten verder kijken of de sigarenhandel open is, want moet ik daar een bon kopen? Ja, dan eigenlijk maak je de maatschappelijke participatie van de mensen die hun privacy willen behouden op die manier heel moeilijk. En dat is niet nodig. Mijn laatste vraag.
u beroept zich op een grondrecht, privacy. En daar tegenover staat ook vrijheidsrecht van de focus om haar eigen bedrijfsvoering in te richten. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Wat vindt u daarvan? Want enerzijds natuurlijk, ik wil dat mijn recht gebiedigd wordt. Daar focus zegt, ja, wij willen ook vrij zijn om te bepalen. AB zegt, ze moeten ook een bepaalde ruimte van vrijheid hebben. Dan heb je twee botsende vrijheden. Hoe kijkt u daar even aan? Ja, ik zou hier zelfs heel veel over kunnen zeggen, want je ziet dan, dat zal ik niet doen hoor. Maar je ziet een ontwikkeling dat in het neoliberalisme commerciële vrijheidsrechten eigenlijk boven grondrechten worden gesteld in de praktijk. Dat zie je op alle niveaus, van internationale verdragen zoals CETA tot heel in het klein, dat eigenlijk een kleine ondernemer, maar zo moet je focus trouwens niet beschouwen, maar goed, dat een kleine ondernemer zegt van ik wil mijn bedrijf zo kunnen voeren, ongeacht of ik daarmee een grondrecht schend. Daar komt nog bij dat Focus Film Theater eigenlijk geen privébedrijf is. Het wordt gesubsidieerd, het gebouw is zwaar gesubsidieerd en het is eigenlijk een publieke voorziening. Dus dan moet je helemaal goed kijken, kan dat op zo'n wijze dat alle grondrechten gerespecteerd worden? En dat kan in dit geval gewoon. Dus ik denk dat in dit geval de ondernemersvrijheid duidelijk binnen het kader moet blijven van de waarborgen die onze grondrechten ons bieden of zouden moeten bieden. Dank u wel. Goed. Dan meneer. Goed, toch één vraag over. Ik heb ook nog een. Ja. Over de verwerking van persoonsgegevens, of die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daar is net al even over gesproken. Een vraag aan meneer Van Steenbergen. Wat is volgens u de overeenkomst, die wordt gesloten, wat is de inhoud daarvan? De overeenkomst is het, het aanschaffen van het recht om een film te kunnen zien en de betaling die daar tegenover staat. En maakt wat u betreft de veiligheid deel uit van die overeenkomst? De veiligheid, nee, dat is een doeleinde in de zin van artikel 5 van de AVG. Met het oog op dat doeleinde wordt de overeenkomst zo vormgegeven dat contante betaling niet wordt geaccepteerd. Als ik dan weer terugkom op, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst? En die overeenkomst omvat niet het aspect veiligheid, terwijl dat wel is. En die overeenkomst omvat de bepalingen over, dus niet alleen de dienst, die wordt afgenomen natuurlijk, maar ook de wijze waarop betaald wordt voor die dienst. En daarom is de verwerking daarvoor noodzakelijk voor die overeenkomst. Laat ik een vertaalslag maken naar de connectionzaak. Daar is gesteld, er is een overeenkomst die plaatsvindt tot vervoer. En die overeenkomst die houdt in ook een veilig vervoer. Een veilig vervoer betekent niet alleen een chauffeur die goed kan rijden of een bus die in technisch goede staat is, maar betekent ook voor het reizende publiek een veilige reis in de zin van sociale veiligheid. Is dat wel te vertalen, die noodzaak om een veilig vervoer te regelen naar het bezoek aan een bioscoop? Ook daar verbindt natuurlijk Focus Film Theater zich ertoe om een veilige omgeving te bieden voor medewerkers en bezoekers. Ja, dus in die zin zit er wel een parallel. Ik heb meneer Das gevraagd, waarom heeft u dat nou zo beslist? Geen contante betalingen meneer. Hij zei dat ging voor het personeel, voor de vrijwilligers. Ik heb u gevraagd, is dat ook ten behoeve van het publiek dat u dat doet? Uiteindelijk was dat niet de hoofdzaak, het ging om de vrijwilligers. Dus het maakt geen deel uit van de overeenkomst, zou je kunnen zeggen. De wijze waarop mag worden betaald maakt deel uit van de overeenkomst. Dat vindt u van wel? Ja. Dat het wel deel uitmaakt. Hoe past dat dan eigenlijk? Uit een overeenkomst volgen rechten en verplichtingen. Dus het recht is de afgenomen dienst en de verplichting is de betalingsplicht en
die betaling wordt voldaan. Kan ik daar iets over zeggen? Wie zei dat? Jonker zei dat. Ja, heel kort. Ja, heel simpel. Eigenlijk zie ik dat de AP hier het idee hanteert dat een contract een soort blanco check is voor willekeur. Dat als je daar maar een plicht in opneemt, ook al is die niet noodzakelijk, dat dat dan toch een noodzaak oplevert in de zin van artikel 5 AVG. En daar wil ik toch heel sterk stelling tegen nemen. Duidelijk, dank. Ja, dan heb ik toch een vraag. Ja, meneer Jonker. Bij de twinbetaling vindt door CCV penmasking plaats. Een techniek waardoor alleen de laatste vier cijfers van de bankrekeningnummers te zien zijn. En Focus ontvangt van CCC alleen deze cijfers, de laatste vier cijfers van de bankrekeningnummers, samen met de bedragen en de data waarop is betaald. Ja. Dat is de bewerking van de persoonsgegevens. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen die verwerking? Ja, daar ben ik in mijn beroepschrift op ingegaan. De laatste vier cijfers betekent dat het aantal personen op wie zo'n betaling betrekking kan hebben, nog los van de andere gegevens, gerealiseerd wordt met de factor 10.000. Voor grote dataverzamelaars, waarvan we er op dit moment al een heleboel hebben in Nederland en elders, en waar ook handelsgegevens indagen, is dat al goud waard bij het identificeren van personen. Want zij combineren die data met andere data. Zodra ze daar waarde in zien en autoriteiten combineren dat, zodra ze daar politiek nut of bestuurlijk nut in zien. Je kan zeggen, ja, er worden een aantal cijfers weggehaald, maar wat er overblijft is nog van grote waarde om mensen te kunnen identificeren. U zegt dat het uiteindelijk te herleiden is tot een natuurlijk persoon. In combinatie met andere gegevens zeker, ja. Dat hangt er natuurlijk vanaf welke gegevens er beschikbaar zijn en worden gedeeld. Maar gezien de ontwikkelingen op dit punt, zowel op het gebied van techniek als op het gebied van wat autoriteiten toelaatbaar achten om te doen met gegevens, kun je ervan uitgaan dat er een heel groot risico is dat ook deze laatste cijfers van masking in de toekomst gaan worden gebruikt. In specifieke gevallen, of zelfs in minder specifieke gevallen, dus geautomatiseerde, wat meer massale gevallen, om personen te selecteren waar genade naar gekeken moet worden. Okay. Meneer Van Steenbergen, wilt u daarop reageren? Want u zegt daarmee, met deze penmasking techniek is het niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Tenminste, de AP zegt dat, hè? Ja. Meneer Jonker heeft in eerdere zaken natuurlijk ook al gewezen op het risico van profilering. Het is natuurlijk niet zo dat deze gegevens vrij worden gedeeld met andere organisaties. En van enige vorm van profilering is ook niet gebleken. Dus dat heeft de AP dus ook niet hoeven meewegen in haar besluitvorming. Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Het is opmerkelijk dat de AP, als er gezegd wordt er is niet van enige vorm van profilering gebleken, dan aanneemt dat dat risico niet eens hoeft te worden meegewogen. Terwijl als het gaat om het ontbreken van recente problemen met contant geld, dan vindt de AP dat risico opeens zo groot dat daar die hele grondrechten mogen worden aangetast. Dus de AP meet op een gigantische manier met twee heel verschillende maten in het nadeel van de grondrechten van burgers. Meneer Van Steenbergen, wilt u daarop reageren? Ja, daar is de AP het uiteraard niet mee eens. Die profilering die vindt dus niet plaats. En er zijn ook geen aanknopingspunten gegeven voor het oordeel dat die profilering zou plaatsvinden. Hoe is gegarandeerd dat die ook niet gaat plaatsvinden? Er zijn natuurlijk verwerkersovereenkomsten met de verwerker en ook al die partijen die zullen moeten voldoen aan de AVG. Dus die kunnen niet opeens bepaalde gegevens aan andere partijen verstrekken voor andere doeleinden.
Okay. En u wilde nog wat zeggen, ik onderbrak u. Wat betreft dat, die vergelijking met contant geld die de heer Jonker maakte, daarvan heeft dus de rechter uitgemaakt dat eigenlijk als feit van algemene bekendheid kan worden aangenomen dat, dat meer contanten meer risico oplevert op veiligheidsincidenten. Dus dat, dat is een andere situatie dan een profilering die niet plaatsvindt. Oké. Okay. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, tot slot dan, kort. Als we het toch hebben over feiten van algemene bekendheid, dan hebben we de afgelopen jaren heel goed kunnen zien dat elk digitaal bestand zeer kwetsbaar is voor menselijke fouten, voor IT-fouten, voor function creep, waarbij autoriteiten hun voegdheden wat ruimer opvatten. Dus als het om gaat om feiten van algemene bekendheid, dan is het hoog tijd dat de Raad van State, de hoge rechter, ook constateert dat dat een feit van algemene bekendheid is. En ja, dan kom je weer terug op van wat is de rechter bereid om te constateren. Dank. Ik ga naar een volgend punt waar ik nog een vraag over heb. En dat betreft punt 26 van het verweer. En daarin geeft de AP aan dat meneer Jonker geen kaartjes heeft gekocht via de website. En om die reden geen belanghebbende is in de zin van de ABB. In het besluit is daar wel een besluit over genomen. Het maakt wel onderdeel uit van het bestreden besluit. Wat wilt u eigenlijk, wat vraagt u nu eigenlijk aan de rechtbank om daarmee te doen? Welke conclusie moet de rechtbank daar wat u betreft aan verbinden? Ja, in het besluit heeft de AP eigenlijk in het midden gelaten of meneer Jonker van plan was om op die manier kaartjes aan te schaffen. Alleen het is inmiddels toch wel duidelijk geworden dat, ja, dat hij op geen enkele wijze ooit voornemens zou zijn om via de website bioscoopkaartjes aan te schaffen. Want hij wil juist volledig anoniem de bioscoop bezoeken. Dus dat betekent dat er geen verwerking heeft plaatsgevonden en geen verwerking op die manier zal plaatsvinden van gegevens van meneer Jonker. En dat is in de beroepsfase echt duidelijk naar voren gekomen. Daarom is het in het besluit op bezwaar nog enigszins in het midden gelaten. Maar ja, ik denk dat in zoverre meneer Jonker ook geen procesbelang heeft bij een oordeel bij, van uw rechtbank. Op dat onderdeel. En ja. Ik zie dat meneer Jonker daarop wil reageren. Oké. Ik wil een nuancering aanbrengen. En dat is dat ik de vrijheid wil houden om bepaalde films aan en in te zien. Dat betekent dus dat ik per film mezelf een oordeel vorm van, nou, kijk, als ik naar Disney Sneeuwwitje met de Zeven Bergen ga, dan vind ik dat niet zo riskant. Maar er zijn andere films denkbaar, en die zijn ook geweest, met onderwerpen die veel controversiëler zijn of kunnen worden. En dan wil ik wel de vrijheid houden om die anoniem te zien. Dus dat is één nuancering. En wat betreft de vraag of ik belanghebbende ben, ik heb steeds gezegd, het gaat mij erom dat ik met privacy filmkaartjes wil kunnen kopen en films wil kunnen zien. En in dat geheel ben ik ook wel belanghebbende erbij dat ook de website zo privacyvriendelijk mogelijk is. Maar als, dat heb ik ook gezegd in mijn beroepschrift, als ik in de gelegenheid ben om contant te betalen zonder persoonsgegevensregistratie van een filmkaartje, dan had ik het handhavingsverzoek inderdaad niet ingediend. Dat is duidelijk. Meneer Van Steenbergen, misschien nog een vraag over het zijn van belanghebbenden, want betekent, moet ik u dan zo begrijpen dat als meneer Jonker niet van plan is ooit een kaartje via de website te kopen of via, bij de kassa met pinbetaling, dat hij dan geen belanghebbende is in de visie van de AP? Dat is wel het minimum vereiste inderdaad. Een betrokkenen in de zin van de AVG is degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Dus dat gaat er al vanuit dat de gegevens daadwerkelijk worden verwerkt. Nu is het zo natuurlijk dat wat betreft de aanschaf van bioscoopkaartjes op de website in ieder geval geen gegevens van meneer Jonker zijn verwerkt op die manier.
Mocht het nou zo zijn dat hij zich ervan weerhouden voelt om kaartjes daar aan te schaffen via de website vanwege een beweerlijke inbreuk op de AVG, dan ziet de APN iemand nog wel als belanghebbende, zoals het ook bij de NS-zaak. Daar klaagde meneer Jonker over het voordeeluurabonnement. Hij beschikte niet over een voordeeluurabonnement. Maar dat. Ik heb wel over voordeeluurabonnement, al jaren. Zo is het wel een uitspraak van de afdeling in ieder geval terecht te komen, maar dat geeft niet. Geeft niet. In ieder geval, als dus hij geen voordeeluurabonnement zou hebben, er wel een zou willen, maar zeggen: ik heb er geen, omdat het voordeeluurabonnement in strijd is met de AVG. Dan wordt hij toch aangemerkt als belanghebbende en zal de AP verzoek om handhaving beoordelen. Dus vertaald naar deze casus, deze zaak, zegt u, als meneer geen kaartje heeft gekocht via de website, maar hij zou dat wel graag willen, maar doet dat niet omdat daarmee de AVG wordt geschonden, dan heeft hij een belang. Ja. Oké, nou dank. Oké, dank. Dank voor deze reactie op deze vraag. Ik kijk even of mijn collega's daar nog een vraag over hebben over het zijn van belanghebbenden. Toch wel een vraag. Hè. De NS-zaak werd net even aangestipt door meneer Van Steenbergen. De rechtbank heeft in die zaak, ik heb hem er maar even bijgepakt, overwogen. Verzoek om handhaving op grond van de AVG kan alleen worden ingediend als sprake is van verwerking van persoonsgegevens van de eiser zelf, als betrokkenen in de zin van de AVG en als belanghebbende in de zin van de algemene wet bestuursrecht. De rechtbank zei, wordt gezegd, daar is geen sprake van voor zover meneer zelf geen kaartje heeft gekocht. Waarom, meneer Jonker, zou dat nou anders zijn in deze zaak? U heeft geen bioscoopkaartje daadwerkelijk gekocht, uw gegevens zijn niet daadwerkelijk verwerkt. Waarom bent u dan toch belanghebbende? Is het aan mij, deze vraag? Ja, ik vond meneer Jonker, zei ik, ja. Oh ja, oké, sorry, ik wist niet of het aan mij van de AP was. Ik heb overigens wel een keer een kaartje gekocht met lood in de schoenen bij deze nieuwe vestiging. En toen heb ik dus met PIN betaald. Dus in die zin ben ik volgens dat criterium wel belanghebbende. Ik vond het heel vervelend, maar ik kon er niets aan doen en die film was belangrijk voor mij en die wilde ik zien. Die was ook nog niet op DVD verkrijgbaar of iets dergelijks. Dus toen heb ik gekozen om dat offer eenmalig te brengen. Dus in die zin, als dat het criterium is, dan ben ik wel belanghebbende. Maar daarbij komt nog dat als je je weerhouden voelt om maatschappelijk te participeren, omdat in dat geval je privacy geschonden wordt, dan ben je mijns inziens ook belanghebbende en ook betrokkenen in de zin van de AVG. Het kan niet zo zijn dat men bijvoorbeeld zegt van ja, je mag alleen maar het zwembad in als we je geboortedatum en andere relaties die je in je leven gehad hebt enzovoorts, als we die allemaal weten. Nee, dan ben je wel degelijk betrokkenen, want dan wordt je privacy geschaad omdat je een dat wordt tenzij je persoonsgegevens laat verwerken. Heel erg mag onderbreken. Dat is niet wat ik bedoel. Hè. Ik zeg niet dat u daar niet tegenop zou mogen komen. De vraag is waarom zou je belanghebbende zijn, of andere vragen zijn, waarom zou dit bestuursrechtelijk een kwestie zijn? Waarom is het een besluit? Als u geen kaartje gekocht heeft en uw gegevens niet zijn verwerkt. Ik heb een handhavingsverzoek ingediend. En de weigering om dat handhavingsverzoek te honoreren is een besluit van de AP. Dus dat is het besluit waar het hier in de bestuursrechtelijke zin over gaat. Maar dus ik zeg, de AP is een handhavingsplicht. Is het verzoek om handhaving een aanvraag in de zin van de wet? Dat is eigenlijk de vraag die dan wordt gesteld. En ja, het is pas een aanvraag als het gedaan is door een belanghebbende. Ja, dat is wat meneer Steenberg bedoelt. U bent geen belanghebbende, dus is uw verzoek geen aanvraag in de zin van de wet? En is een beslissing daarop ook geen besluit in de zin van de wet? Wat overigens zou hebben moeten leiden tot een niet ontvankelijk verklaring van uw bezwaar, maar dat is niet gebeurd. Maar dat is de insteek van mijn vraag. Dus ik zeg niet dat iemand niet op mag komen tegen. Maar waarom bent u belanghebbende in deze?
omdat ik een handhavingsverzoek heb ingediend. En daar de betreffende wetsartikelen van de Algemene Bestuursrecht zeggen bijvoorbeeld ook dat een aanvraag of de wijziging van een aanvraag of het weigeren om een aanvraag te behandelen, ik meen 6.1 of 6.2, ik ben het niet uit mijn hoofd, dat dat gelijkgesteld moet worden aan het besluit. Dus als we het over het besluitbegrip hebben, dan verwijs ik daarnaar. En een belanghebbende is iedereen, dat is een heel ingewikkelde kwestie bij jurisprudentie. Je hebt allerlei criteria waarom mensen belanghebbend zijn. En in dit geval is mijn criterium volgens mij dat mijn eigen persoonlijke maatschappelijke participatie wordt geraakt door het besluit van de AP. Wij komen aan het einde van de behandeling. Ik ga u vragen of dat er nog iets is wat u tot slot naar voren zou willen brengen. In reactie op wat al naar voren is gebracht natuurlijk. Dan kijk ik als eerste naar meneer Dassen. Die heeft al een tijdje niets gezegd. Eerlijk zitten luisteren. Nee, ja. Niets toe te voegen. Niet iets aan te vullen. Oké, toch nog. Dan meneer Van Steenbergen of meneer Spruit. Heeft u nog iets dat u naar voren zou willen brengen? Nee, dank u wel. Meneer Jonker. Ik ook niet, dank u wel. Nou, dan zijn we snel aan het eind gekomen van deze behandeling. De laatste ronde is snel gegaan. Wij gaan heel goed over de zaak nadenken. En doen dan over 6 weken uitspraak. Die krijgt u toegestuurd. Dan dank ik u voor uw komst en voor uw aandacht. En voor de toelichting die u heeft gegeven. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rustig, liegt niet. Als je normaal maakt, wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.